Wacht, ik ga het oprichten. 3, 2, 1, go. Stel je voor, je bent 99 jaar en je krijgt de kans om terug te gaan naar dit moment. Wat zou je doen? Dat is het principe waar ik tot nu toe mijn leven naar geleefd heb. Waar ik mijn motivatie uitgehaald heb om het elke dag het allerbeste te halen. Waar ik uit mijn comfortzone stap en terugkom met de beste in. Met mijn vrienden, met mijn familie, met mijn ouders, met mijn ooms en tantes, met mijn oma en met mijn opa. Mijn opa had dementie. En daarmee kom ik tot de volgende vraag. In hoeverre ben ik er zeker van dat de herinneringen die ik op dit moment maak, ik me later nog kan herinneren? Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 ouderen op dit moment dementie heeft. En vanwege de vergrijzing en het feit dat we alleen maar ouder worden, zal het in de toekomst waarschijnlijk alleen maar erger worden. Heb je er ooit over nagedacht dat jij hier één van kunt zijn? Of is dementie in de toekomst opgelost en een ziekte geworden die niet meer bestaat? Gaan we dit oplossen? Kan dat? En hoe is de situatie nu? Wat is dementie überhaupt? En hoe is het om te dementeren in onze samenleving? Is er ook een positieve kant? En waar halen mensen eigenlijk hun hoop vandaan? Is er überhaupt hoop? Mijn oma heeft 2 jaar geleden dezelfde diagnose gekregen. Voor ons was dat best wel lastig. Voor mij en mijn familie. Wat de toekomst brengt, dat weten we niet. Wel weten we dat we er allemaal zijn om de hulp te geven die nodig is. En daarom gaan wij op een optimistische zoektocht naar het antwoord op dementie. Zowel in het hier en nu, als in onze toekomst. Goeie.